Hello? Yes? Hello? Yo! Yo, yo! Yo, we have a problem. Well, what is your problem? Sinds de vorige video zijn er heel veel kinderen met meer seksproblemen. Then you need to help them right now. We need de psycholoog. De psycholoog is not available. Ja, maar dat kan me eigenlijk niet keren dat de psycholoog er nu niet is. We need him. Yes. Er zijn heel veel kinderen die ik weet het niet, er zijn heel veel nieuwe hoertjes. Oké. Okay. We hebben nieuwe verhalen en we hebben nieuwe problemen, dus maar, je moet komen, you have no choice. You don't even have a telephone, you're scared. Was dat gedekt, te scared voor de telefoon? Look at what you're calling with, that's no telephone. Ik ben niet te scared voor de telefoon, ik heb... You are scared. You have no telephone. Ja. Oké. Okay. You scared. Bex, de psycholoog! Oké, okay, we gonna try, oké. Okay. Psycholoog is back. Afgestudeerd aan de Universiteit van Blankenberge. Gedoctoreerd in de psychologie. Afgestudeerd in de sekspsychologie. Nobelprijs voor de vrede. Geen telefoon. Gucci bril. Prada ketting. Gekke Rolex watch rond mijn pols. 34.000. Psycholoog life verdient veel money. Dat is niet waar. Maar ik ben wel de sekspsycholoog. Acid, welkom terug. Na veel goede commentaar op de vorige aflevering ben ik terug op het kanaal van Acid. Vandaag gaan wij doen waar we het beste in zijn. Deze video liken. Doe het nu. Like. Mentaal klaar om verhalen te lezen waar we zelf het nut niet van snappen. Klaar om te zien dat ons seksleven echt slecht is. Ik ben er nooit klaar voor, maar ik zag altijd, afgestudeerd in de sekspsychologie of niet, het seksleven van een ander is nooit het jouwe. Ja. Ben ik een slet? Veel gesteld vraag. Heel veel mensen weten niet zeker of ze hoertje zijn. Dit meisje genaamd Zebra wil graag even weten of zij een van die kankerhoertjes is. Hey, niet doen, anders slept iedereen! Sorry, ik schaal niet met me. Sorry. Hey, OL, hoe jullie iedereen zo goed helpen vind ik echt fantastisch. OL helpt niemand. Sekspsycholoog Acid helpt iedereen. Hopelijk kunnen jullie mij ook een beetje helpen. Zebra, ik ben helemaal klaar om jou te helpen. Ben je een slet of niet? We komen er nu achter! Zit namelijk zo. Sinds dit jaar ga ik veel uit. Ik flirt dan wel graag met jongens. En het is in de afgelopen maanden al heel veel gebeurd dat ik dan met een jongen naar buiten ga en hem binnen doe. Kussen en zo. Ja, dat is veel voorkomend. Probeer dat te beperken. Als hij dat veel doet, dan ben je inderdaad wel echt een ka... Sletje. Dan ben jij een grote stopcontactdoos waar heel veel stopcontacten in passen. Snap je? Vind het gevoel gewoon zo leuk en heb geen vast lief. Maar het aantal begint nogal hoog te worden. En mijn vrienden zeggen ook al dat het overdreven begint te worden. Wel, Zebra, je bent fucking slecht bezig. En wat je doet, dat is echt gewoon de definitie van een sletje. Iemand die uitgaat, heel veel jongens binnen doet, geen vaste relatie wel, dat is gewoon sletje. Je bent sletje. Sletje. Sorry. Als je het leuk vindt, voor wat dan niet, hé? Omdat je dan echt een fucking sletje bent. Sletje. Don't be a sletje. Be... een niet-sledge. Kijk, ik lees op deze site echt heel veel dingen over droogneuken. Vraag me echt af wat droogneuken is. Is dat dan gewoon met kleren aan doen alsof dat je seks hebt? Waarom zou je dat doen? Waarom? Help me, nu please. Ik zit Oh shit. Dit is waarschijnlijk een hele pittige. Help me. Ik ga je helpen. Ik ben hier om jou te helpen. Help me. Ik ben bang. Ik ga verop... Hoe kan ik je nu helpen? Oh, wacht, nee. Alwel heeft gewoon weer het bericht verwijderd. Omdat jouw bericht te persoonlijk is, hebben we het niet gepubliceerd. Kijk, Alwel. Op deze manier kan ik geen mensen helpen. Jullie doen het niet. Jullie helpen niemand. Deze site heeft geen nut. Ik wil weten wat de fuck er achter die sterretjes stond. Ik zit gevangen, gevald, gevingerd. Ik weet het niet. Het is te moeilijk voor mij. Nou, voor de afgestudeerde in de sekspsychologie is dit een moeilijke. Alwel, fix jullie shit. Als ik dit wil lezen, dat kan. Fuck jullie. Bitches. Help. Ik kan maar niet klaarkomen. Dit bericht is 18.000 keer gelezen. Vergeleken met de andere is dat echt fucking veel. Waarschijnlijk is het echt heel goed, dus we moeten even checken. En ineens, out of nowhere, valt mijn internet uit. Oké. Kijk, de vraag is zo intens dat de FBI mijn internet uitzet. Oké, I'm gonna fix this. Ik heb het gefixt. Wat je gedacht dat ik dat niet ging fixen, ik fix alles. Help! Ik kan maar niet klaarkomen. Dat is echt vreselijk. Ik wil deze eigenlijk echt niet lezen, want deze is echt wel eng. Ik heb hier geen zin in. Kijk, soms als psycholoog moet je dingen doen die niet leuk zijn. Dit meisje, Lotte, heeft mij hulp nodig. Al is haar bericht al van 4 jaar geleden. Ik kan mijn hulp altijd goed gebruiken. Ik heb een lastig probleempje. Ik ben een meisje van 18 jaar en ik heb nu al 3 maanden een vriend. We zijn super gelukkig samen. Dat is goed. Denk ik. Ook hebben we sinds we 3 maanden samen zijn geregeld seks. Het is mijn probleem dat ik nog geen enkele keer ben klaargekomen.
Bij orale seks kan ik wel fantastische hoogtepunten bereiken. Maar bij penetratie voel ik niks. In het begin durfde ik het niet aan mijn vriendje te zeggen, maar ondertussen... Kijk, je vriendje heeft gewoon een kleine penis. Size does matter. Is gewoon zo. Het enige wat je kan doen is... penisvergroting ofzo. Of misschien is jouw opening gewoon te groot. Ja, soms is het leven moeilijk en bij andere mensen kan het moeilijker zijn. Dus misschien ligt het helemaal niet aan de penis, maar ligt het gewoon aan het pushen. Het kan. Ik heb erover geleerd. Ik kan het weten. Volgende vraag. Ik snap Soas niet. Er valt daar niet veel aan te snappen, maar oké. Ik begrijp die Soas nog altijd niet. Kijk, er valt niks aan te snappen. Gebruik een condoom als je seks hebt. Doe het veilig. Voor je seks hebt met iemand, moet je altijd vragen. Heb jij al eens laten testen op Soas? Heb jij een papiertje? Nou, voordat je sekst, als jullie alle twee naakt op bed zitten, dan moet je even zoeken naar een papiertje en dan... En dan neem je het blaadje en dan zeg je... Kijk, ik heb AIDS. En dan zegt de andere, misschien beter dan geen seks. En dat is alles safe. Hey, altijd vragen naar het formuliertje, want als ze geen test hebben gedaan, dan is het gevaarlijk. Kijk, er valt daar niks aan te snappen als Soas, oké? Als je het hebt, ben je echt volledig de lul. Dus zorg gewoon dat het niet gebeurt, want dat is niet chill. Dat is de jongen seks met een meisje. En de ochtend erna was hij weg. En meisje belde die jongens van, waar ben je? En die jongen nam op. Hij zei niks. En nee, zei je gewoon... Je hebt AIDS. Toen legde hij de telefoon uit. Einde verhaal. Erg vreselijk. Allemaal omdat dat meisje niet heeft gevraagd om het formulier. Vraag altijd om het formulier. Er zijn hier echt weer veel mensen aan het helpen. Ik ben er helemaal klaar voor. Stoppen met porno kijken. Hoi, ik kijk nu al een paar jaar porno. Waar op zich denk ik niets mis mee is. Maar ik zou er erg graag mee willen stoppen. Dat gaat niet. Ja, dat is verslavender dan heroïne. Eenmaal dat je daarmee begint, is er geen stoppen meer aan. De enige optie om te stoppen met porno. En dan meen ik, hier komt er de enige nuttige ding uit heel de video. Meestal als je een relatie hebt, dan kijk je ineens geen porno meer. Dan heb je dat niet meer nodig ofzo. Dus, als je echt wil stoppen, fix dat je een relatie krijgt met iemand en dan stopt dat vanzelf. Dat kan je doen. Ik snap niet waarom je zou willen stoppen met porno. Want er komt een ouderlijk toezicht op mijn computer. En dat houdt dat ik elke site waar ik op ga geregistreerd. What the fuck, hoe oud ben jij? Misschien ben jij 12 ofzo. 11! Geen porno kijken als je jonger bent dan 8. Ik weet het niet. Ik heb... Oké. Rare buurman. Beurman. Rare beurman. En haar naam is Bang Meisje. Waarschijnlijk is dit meisje bang. Ik ben niet zeker. Ik ben afgestudeerd in sekspsychologie. Ik kan het weten. Mijn buurman begleurt ons en hij doet vieze dingen naar me en vindt het leuk om naakt rond te lopen. Hij is echt gevaarlijk. Help me alsjeblieft. Yo, zeg dat gewoon tegen iemand. Snap je, hou dat niet voor jezelf. Zit niet aan tafel en denk van... Wil ik vertellen dat de buurman vanmiddag zo deed naar mij? Of zo? Waarschijnlijk is dat niks erg. Waarschijnlijk gaat hij niks doen. Waarschijnlijk gaat hij niet proberen mij te kidnappen en mij dan te verkrachten in de back van zijn busje. Zeg dat tegen je ouders als dat gebeurt. Het is wel al meer dan een jaar geleden, dus waarschijnlijk houdt mijn tip niks. Maar misschien doet hij het nog altijd en heeft hij nog altijd... geen actie ondernomen. Dus, bang meisje. Ik weet niet hoe het gaat met je rare beurman die jou begleurt. Maar als het nog voorkomt dat je enge dingen doet, bel ACID op het mobiele nummer 6969696969. Dan beantwoorden wij uw vraag zo snel mogelijk. Eigenlijk binnen een jaar of zo. Graag dan hoor, weet je mama hiervan? Ze is er zelf ook bang van. Kijk op shotgun. Dan loop je gewoon naar buiten en dan ze van: hey, beurman. En dan is de beurman weg. Rip beurman. Volgende vraag. Naaktfoto's worden verspreid. Wat nu? Not a slut. Ja, kijk. Hij is het nadeel van naaktfoto's sturen. Stuur nooit naaktfoto's naar wie dan ook. Heb je al 10 jaar een vriendje? Stuur hem geen naaktfoto's. Vertrouw niemand. Nooit doen. Ik zeg je nooit naaktfoto's sturen. Ik heb dat nog nooit gedaan. Omdat ik weet dat iedereen naaktfoto's verspreidt. Snap je? Dat is een prijs. Snap je? Een naaktfoto van iemand krijgt, dan wil ik dat zoveel mogelijk mensen tonen. Want dat is... Hey, check. Ik heb een naaktfoto. Doe dat niet. Stuur geen naaktfoto's. Tonen aan elkaar hoe naakt je bent in het echt. Dan naakt in elkaars kamer staan, maar geen naaktfoto's. Don't do it. Dat eindigt altijd slecht. Het is leuk in het begin, maar niet als het... snap je? De kans dat jouw jeugdrelatie blijft duren voor de rest van je leven is zo groot. Misschien nog kleiner. De kans dat die naaktfoto's verspreiden, dat kan ik niet tonen op camera. Dat is van hier tot waar jij woont. En zo groot is die kans. Bijna 100%. Ik heb daarover geleerd. Ik kan jullie statistieken tonen. Hier een statistiek van naaktfoto's. Dus, dames en heren, bedankt om te kijken naar deze video. Psycholoog gaat weg. Smash duimpjes omhoog. Als we veel duimpjes halen, kom ik terug voor deel 3. En als jullie nog moeilijke seksvragen hebben, stuur ze anoniem naar het e-mailadres. Doei. Wow, die guy is wel gekke guy, wow. Die guy kwam hem tegen toen hij naar beneden had gaan in mijn huis en ik zat daar. En hij zei zo van, yo, is gefixt. En ik zat hier zo van, pff.
Oké. Okay. Ja, hij is echt legendary. Volg hem op, weet ik veel. Hallo.